Maar dan denk ik van mezelf, dan gaan we. Pruik af, gebit los, heupen los, dan gaan we. Ja. Gekker nog, kunstbeen en map. Klein puntje wat ik moet maken. Sorry dat ik even de sfeer ga verpesten alsof ik Koen heet. Alle ondernemers... Kijk toch echt van rijden. Ja. Nou, ik heb speciaal een onderkin laten groeien hiervoor. Ja. Wel 2 jaar bezig. Van Chris. Oké, en door. Wat slecht! Hartelijk welkom bij Poppenkast TV, aflevering nummer 10. Het is kerstavond, 24 december. En we gaan weer een poging doen om een half uurtje, drie kwartier lollig te zijn. En satirisch het nieuws en de politiek op de hak te nemen. Wie wil iets vertellen over de afgelopen week? Hebben we iets meegemaakt? Is iemand zijn voorspelling uitgekomen? Zo. Ja, heel veel, ja, voorspellingen van de dwerf natuurlijk, hè? Dat er wel wat lijntjes liggen. Nee, ik wil onze voorspellingen. Oh, we hebben elke week altijd zo... Ja, Jomanda die heeft... Het wat gebeurt de komende week verhaal. Oh, ja. Ik weet niet, heb jij gereld? We doen het al 10 keer. Ik heb gereld? Nee, ik heb niet gereld. Nee, geruild, vroeg hij. Geruild. Hoe bedoel je gereld? Ja, partnerruil, denk ik. Hoe bedoel je gereld? Gereld? Ik weet niet. Gereld. Gereld, rellen. Rellen. Ruzie maken. Ruzie maken. Nee, heb ik niet, was nog niet, nee, het gebeurde nog niet. Dus nee. Dat, nee. Even één ding van huishoudelijke aard. Ik kan niet beloven dat ik de hele aflevering in dit polyester pak blijf zitten. Want het is wel in het thema, maar het ademt niet. Oh. Dus als er iemand begint te ruiken naar roosjes, dan is iemand naar roosjes ruikt, ben ik het niet. Oké. Geldt ook voor mijn kruin. Ja. Ja. Die lijkt wol, maar die is plastic. Aan jou zijn we al 10 weken gewend. Dus ja. Gelukkig maar. De lucht van oude mannen en spruitjes. Ja. Heerlijk. Ja. Mannen, we gaan beginnen met de kerstman. Onze oosterburen hebben het weer voor elkaar. Ze zijn opnieuw een voorbeeldfunctie van hoe het niet moet. Kijk even mee. Wie bitte? Polizeiliche Maßnahme. Weiß ich nicht. Kann ich so nicht feststellen. Wir sind uns ein erstmal ab dafür. Auf Teufel! Ja, er gebeurde niks, toch, eigenlijk? Want hij zei altijd, ho, ho, ho. Ja. Nee, de kerstman had geen mondkapje op. Oh, oké. Okay. Oh. Ja, maar hij snapt het niet, dus ja. Okay. Maar de rest was helemaal bedekt van zijn lichaam. Ja. Die snor en die baard, die moeten minstens zoveel rommel tegenhouden als ieder mondkapje, maar dit was niet goed genoeg. Nee, maar zei ik, jullie begrijpen verkeerd. Ik neem jullie mee als jullie stout zijn. Maar dat was Sinterklaas, toch? Ja, naar de Noordpool. Oh, heb jij nooit... Nee, ik ben nooit in de Noordpool geweest. Nee. Wel stout, de Noordpool. Koen, jij zoekt dit soort fragmenten uit. Waar vind je dit? Ja, er zijn natuurlijk verschillende groepen waar dit soort dingen gedeeld worden. Maar dat is natuurlijk, te bizar voor woorden. Daar droom je alleen maar van. En ik denk, we hebben een leuke kersteditie, dus ik moet iets met de kerstman. Ja. Dus dan ben je heel blij als je dit vindt. De kop is eraf. We hebben de kerstman gehad. Om in de kersttraditie te blijven. Ik ben weer een boek vergeten. Ik zie hier Animal Farm staan. Oh, okay. Animal Farm, Koen. Ik heb echt een hele mooie Animal Farm. Oh, mijn hemel. Ja. Als we er maar gewoon meteen mee beginnen dan. Ja, ik zou zeggen, trap de deur maar in. Ik had een andere gepland, maar ik zie het staan. En denk, oh mijn hemel, dat klote boek wat ik al 9 weken vergeet. Komt wel. Nou, Animal Farm. Ga je er wat over vertellen, Koen, van tevoren? Of? Nee, schop de deur maar eerst open. Eerst kijken, komt-ie. Goed. Ten eerste, ze komen zonder QR-code binnen. En ten tweede, wat een hoog podium.
Ja, helemaal op het podium. Die voor die laatste meneer was geen pak meer. Zag je dat? Die moest gewoon met een lullige agentenpakje. Ja, moest die er ook achteraan. Ja. Wat ik ook wel grappig vond, moet je eigenlijk misschien nog een keer opnieuw kijken. Die gast die staat daar met een bijl het raam in te slaan. En net als die met die bijl eindelijk door het glas in is, gaat gewoon de deur open. Het is echt heel... Ja, dan moet je even kijken. Heb je het niet gezien? Komt er nog één keer? Ja, ik kon de klink niet vinden, denk ik. Helden. Komt-ie. Eén keer. Hop, boom, draait ie. Bravo. Hij had ook gewoon meteen tegen die deur kunnen duwen, denk ik. Maar dit is natuurlijk heel mooi. Want dit is, dit leg even uit wat het is. Dit is echt Animal Farm. En dit was een bijeenkomst van Burgerfront, geloof ik. Die hadden een bijeenkomst over een lezing over je rechten als burger, zeg maar. Ja. En op hetzelfde moment vond in Den Haag de kerstlunch... Verjaardag. Want dat is natuurlijk ook Animal Farm. Hè. Dus dit mag kennelijk niet, hè, de plebs. Maar op hetzelfde moment was in Den Haag bij Sociëteit De Witte. Oh ja. Hadden ze een, over het hele weekend hadden ze een kerstlunch. Die begon om, ik geloof, 12 uur of 12:30 tot 5 uur 's middags. Met 450 mensen. En Amalia had 100... Mensen. Nou, mensen, ja, inderdaad, griezels. En Amalia had 100 mensen, geloof ik. Is het gerucht? Want het is niet... Is nog niet, niet zelf bevestigd of zo. Jij was er toch bij? Ik was erbij. Ja, ze ontkent het gewoon. Nou ja, ze zocht zeg maar een naast Amalia een leuk Mogooltje. En ik mocht erheen. Ja. Je won de casting. Oké, maar ja. Ja? Ja, ja, ik was echt geïrriteerd. Ik ben al gelijk geïrriteerd als ik dan. Ja, zo... maar dat is een beetje jouw ding ook. Nee, maar ik wil gelijk aanvallen, zeg maar. Als jij hier binnenkomt op dinsdagavond, dan ben je al geïrriteerd. Bij het eten ben je geïrriteerd. Dan gaat het nooit over. Wat nee, is maar dat dit toch? Is. Ik kan er niet dat zomaar binnenvallen op iets dat. En niemand doet iets. Ze gaan, ja, het staan al wat oudere vrouwen. Maar dan denk ik van mezelf, dan gaan we. Pruik af, gebit los, heupen los en gaan we. Ja. Gekker nog, kunstbeen en mep. Zo'n handtas. Ja, maar dat zou ik dan doen. Maar dat vind ik jammer, dat ze er niet... Want er wordt gewoon, je komt gewoon ergens binnen. Je hebt geen recht daarop. En als ze nou echt gewoon naar de binnenkomen... Hadden ze gewoon kaartjes gekocht en er was er eentje al binnen, deed de deur open... Hè? Maar dus het is om bang te maken. Ja. Anders, het is een anders kan je veel slimmer doen. Is dit niet weer gewoon, net als wat we vorig jaar hebben gezien... dat er even een paar feestjes en restaurants worden even heel hardhandig... over de top aangevallen, zodat de rest denkt... Oeh, pas op de plaats, niet doen. Even een voorbeeld stellen. Ja. Maar en dan wel aan de andere kant Amalia gebruiken... die gewoon 100 man binnenhaalt. Zeg maar. We zagen dat ook bij Wakku Wakku bijvoorbeeld. Ja. Daar werd belachelijk opgetreden... zodat de rest van de restaurants dacht van... dan doen we weer braaf mee. Maar wat ik wel... Dat klein puntje wat ik moet maken... Sorry dat ik even de sfeer ga verpesten alsof ik Koen heet. alle... ondernemers. Hij kijkt ook echt van rijden. Het verbaast me dat jullie dat niet verwachten. Ik had het al lang verwacht. Heel serieus en dan een stoot uitdelen. Ik schrik daar gewoon niet meer van. Maar ik moet dit punt weer maken. Een nieuwe variant. Je ziet alle horecaondernemers nu huilie doen. Want ze moeten dicht tegen de kerst. Maar heel eerlijk. Zij hebben zelf, anderhalf jaar lang, hebben ze gefaciliteerd... dat de ratten die maatregelen opleggen, dat hebben ze braaf uitgevoerd. Ze hebben ons gewoon een terras geweigerd. Ze hebben ons een kopje koffie geweigerd. Ze moesten een QR-code zien. En nu hebben ze het zelf mede veroorzaakt. En dan gaan ze zeggen, wat erg, we moeten weer dicht. Mm-hmm. Zie ik dat heb ik, dat, zo zie ik dat ook. En ik heb dan, klinkt heel hard, na de persconferentie van Hugo de Jonge op zondag... Was dat deze? Iedereen die zegt, zo'n indirecte vaccinatieplicht, misschien is het toch een goed idee, want dan verleid je mensen om zich te laten vaccineren. Zal ik altijd zeggen, nee. Ja, was een mevrouw. Was een mevrouw die ging gewoon huilend bij de NOS dat haar restaurant dicht moest. Huilend. Ja, dat was die mevrouw uit Friesland, denk ik. Hè? En ik heb totaal eigenlijk geen niet zo medelijden mee. Omdat ik. En die cameraman die zei ook van ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, gewoon. Die cameraman die was echt op tranen uit. Ja. Want die bleef maar een beetje porren en prikken. Ja. Totdat zij ging huilen, werd gelijk ingezoomd. Ja. We hebben hem! Ja. 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 Nee, maar dat is natuurlijk altijd typisch met dat zie je altijd natuurlijk. Hè? Als zijn volk wordt onderdrukt door tirannen. Dan komt dat omdat het volk zich laat onderdrukken. Er zijn te weinig tirannen om dat zelf te kunnen doen. Als we met 17,5 miljoen mensen zeggen, het is nu gewoon klaar. Precies. Dan is het gewoon klaar. Jij bent van de leeftijd dat je Van Randwijk nog kent. Van Randwijk, zeker. Een volk dat voor tirannen zwicht. Ja, ja.
zal meer dan lijf en goed verlezen dan dooft doof het licht. Zo, jeetje, dat is poëzie. Ja, dat, ja, en of... Ja, ik heb niks om te begrijpen, joh. Ja, ik heb wel een suggestie, want in Frankrijk hebben ze een fantastische oplossing. Horeca dicht, restaurants dicht, discotheken dicht, kroeg... Doe het zo. Ja. Let op, deze gaat helemaal los. Zo. Ja, maar na 2 jaar verleer je het ook, hè, ja, om te dansen. Zeg maar. Maar dat zie je ook, hè. Ik zeg nu beginnen. Allemaal, ja, naar buiten. Ja, dit is leuk. Dit boombox is... mee. Ja, dit is gaaf. Dit, ja, wil ik. Dit, ja, dit is het. Zo moet je het doen. Ja. Dat is geen rellen, hè? Nee. Nee, maar dit is leuk. Het verschil zie jij wel. Ja, dat vind ik leuk. Ik ben dan bang als jij erbij bent. Nee, zeggen, en nu gaan we beginnen. Nu gaan we breakdansen. Alles breken. Ja. Ja. Breken wat je breken, ja, kunt. Ja. Nee, maar ja, dit vind ik dus... Dit moeten we dus echt doen. Gewoon met z'n allen met gluwijn en gewoon op straat gaan dansen. Ja, ja, ja. Ik spreken we een datum af of gewoon we zien altijd? Wel, of, ja. We zien wel. Ja. Ja. We hebben natuurlijk een jaartje lang hebben we ons moeten bang maken voor Delta. Nu is Omicron zin wat de klok slaat. Maar hoe zit dat nou met Omicron? Heeft één van jullie enig idee? Is het nou heel gevaarlijk of valt het wel mee? Ja. Kijk wat Van Dissel erover te vertellen heeft. Het kabinet heeft opnieuw een spoedadvies aan het OMT gevraagd, gezien de situatie rondom Omicron. En ik vroeg me om te beginnen af of we ons als Nederlandse bevolking in alle realiteit moeten gaan instellen toch op nog zwaardere maatregelen. Wat verwacht u? Wat je ziet is dat de Omicron snel opkomt. In Engeland, in Londen, wordt het al bijna geschat op 40-50% van de infecties, dat is toch wel echt heel opmerkelijk snel. In Nederland is het gelukkig nog lager. Dat komt misschien ook omdat het in Nederland binnenkomt in een tijd dat we toch een aantal maatregelen nemen die niet in Engeland golden. Maar het is natuurlijk toch een beetje een onweersbui aan de horizon. Nu we net dachten dat het zijn brandmeester kon worden gegeven, krijg je dan toch weer een nieuwe variant. Ja, is dit gefilmd in de studio van Next? Van het jongerenprogramma Next, van al die planten. Ja. Ze hebben goed gekeken. Maar, ja, goed gekeken. Ja, daarom. Het gaat vooral even over, luister vooral naar al die twijfelwoorden als het gaat over Omicron. Is het wel, we denken dat en we verwachten dat, we schatten in dat. En dan gaan we het hebben over die booster. Dat wordt helemaal lollig. Dezelfde Van Dissel, die gaat vertellen over de booster en of die werkt bij Omicron-zin. En meneer Van Dissel, u begon met u had het over de metafoor dat Omicron een andere jas aan heeft. En 2 prikken van het vaccin helpen daar dus niet tegen. Maar een booster dan weer wel, terwijl dat dezelfde prik is. Hoe zit dat? Ja, dat is een hele interessante vraag. Het korte antwoord is, dat weten we nog niet. Ja. Ja. Ja, je moet ook dat muziekje al zetten. Gimme, gimme, gimme. Dat is, ja, zo. Ja. Booster after midnight. Ja. Gimme, booster after midnight. Ja. Beter. Ja, maar ze weet het zelf ook niet, joh. Het is gewoon een grote flauwekul. Ja. Zal ik jullie even vertellen? Dat is het gewoon. Het klopt niet. Nee, maar ze hebben het ook... Hoe heeft het door? Sowieso klopt het niet. Maar wat het ook is, ze hebben het allemaal alleen maar over dat het heel besmettelijk is, noem het dan maar op. Maar er is niemand die het heeft over hoe dodelijk het is. Want als je kijkt naar de cijfers in Zuid-Afrika, geen zak aan de hand. Niks. Ja. Het is gewoon verkoudheid. Ja. En een staatsgreep. Met een nieuw label. Precies. Ja. En dat is al 2 jaar. Ja. Maar wat was bij die persconferentie had je dus Jaap van Dissel bij. En je zag Mark Rutte echt zo denken, nou Jaap, doe jij het maar even. En Kim. En Kim, ja. Kim stond erachter, toch? Ja. Was dat Kim niet? Ja, niemand kent Kim. Nee, onze Kim. Onze Kim. Onze Kim. Die doet de handgebaren. Maar die, dus hij moest het dat klinkt heel fout als je het zo zegt. Kim doet de handgebaren. Maar snapt het publiek dit? Wat ik weet niet, ik praat gewoon mee. Oh, okay. Ik ben al uitgecheckt bij de eerste aflevering. Okay. Zat jij niet bij? Okay. Oh ja, jij wel. Hij niet. Ja, je verwaart ons heel snel, hè? Dit is nu dus we lijken zo op elkaar. Ja, ik weet nooit of wie nou Peppi en wie Kokkie was. Nee, maar want Jaap van Dissel was erbij. En dat was helemaal weer nieuw. Dus dat was wel heel een bijzonder moment, denk ik. En ik denk dat Jaap van Dissel, want in het nieuwe regeerakkoord staat, dat ze een persoon gaan nemen die tussen de regering zit en het
Tax Force team, zeg maar. Die dat, en ik denk dat Jaap van Dissel dat gaat worden. Want die moet al een beetje persconferenties doen. En die moet alweer... Ik zie Koen ook op het puntje van zijn stoel zitten. Zeg ik dit helemaal goed? Ja, ja, absoluut. Absoluut. En het is ook wel heel leuk. Het is ook wel heel grappig natuurlijk dat je achternaam ook hetzelfde is als je beroep eigenlijk. Hè? Je hebt John de Slager, als die dan de Slager is, of Cor de Bakker. En hij heeft dan Jaap van Dissel, hè, omdat hij natuurlijk continu de boel bedisselt. Leuk, Koen. Ja. 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 Als mensen denken, wat klappen wij dus meestal als het hele publiek. Ja, we gingen van... Stel nou man, dat zouden we toch niet. We gingen van 3 naar 5 naar 7 naar 9 naar 11. Naar 3. Naar 3. Nee. Ja, zijn we weer 3. Het goede nieuws is echter, daar moet ik even bij vertellen. Volgende week, dan hebben we de eindejaarsopname van Poppenkast TV. Op poppenkast.tv, de website, kun je daar zelf ook aangeven welke fragmenten uit 2021 wij absoluut moeten behandelen in dat jaaroverzicht. En het leukste van alles, je kunt erbij zijn. Kaarten zijn te krijgen via luistervrijbijmij.nl. Het aantal stoelen is beperkt, dus we wees er snel bij. Ja. 28 december, de opnames. Eind van de middag, begin van de avond gaan we beginnen. Laat even weten of je bij de politie werkt of niet. Dan precies. Weten we wie het kaartje krijgt. En je hoeft de deur niet in te slaan. En je wordt niet thuisgebracht. Nee, ja, twisten. Dat ligt aan wie. Ja. We hebben wel nachtopvang geregeld. Dat wel. Maar is er nog wijn? Ja, zeker. Ja. Het is kerst. Het schenk je wel even zelf in. Ja. Dat zit ik met mijn armen in beeld te wapperen. Ik had een paar muzikale fragmenten ook klaargezet. En misschien is dit wel even een aardige. Want het lijkt er opnieuw op dat er van alles uit de kast moet worden getrokken om de mensen überhaupt te bewegen om die klote prik te nemen. En nou, met de booster is er een of ander soort K3 avant la lettre opgestaan. En die hebben er dit van gemaakt. 1, 2, 3, 4. Get your booster. 1, 2, 3. Cause I can sleep a little kid, just like the meat from a rocket ship. Sometimes all you need is a booster. Oké. Jeetje. QR3, zeg maar. QR3. Ah, Tommy, ik... Hey, dat was een goeie. Altijd afwachten. Ja. Had je die al bedacht toen ik K3 had gezegd? Dat je dacht, ik ga zo meteen K3. Deze heb ik 3 jaar geleden wel voorbereid. Ja. Dat heb ik geschreven. Ja. Met een vooruitziende blik. Ja, maar QR3. Ja, Q-music, leuk. Oké, maar... erg, hè? Ja, het is erg. Het wordt niet beter. Nee, maar het is wel weer glad of zo. En wat irriteerde was die gozer met die snor ertussen. Iedereen zag er wel netjes uit. Is dat zo'n klein... vieze porno-store tussen. Hè? Ja, kijk. Ik moet even kijken welk fragment het ook was. Dit met die wat we net hadden, die boer. Ja. Dus K3. Kijk, iedereen netjes uit. Wat is dit? Oh ja, dat is een Italiaanse porno-ster. Jeetje. Die gast. Vies, jongen. Kijk dan. Dat vind ik... Ja, sorry hoor. Is uitgezonden door, althans getwitterd door het Witte Huis. Retweet, zeg maar. Het Witte Huis? Ja. Nee, die hebben hem echt gepost. Zelf helemaal echt gepost. Dus misschien dat hij daar ook wel eens maar opgenomen. Wie zijn deze zangers? Is dit een... Weet niemand. Maar zijn dat niet bekende daar of zo? Koen, jij maakt het fragment. Ik heb echt geen idee. Weet je, ik vind R.E.M. en Neil Young leuk. Dus, R.E.M.? Ja. Maar ik denk R.E.M. Wie is dat? R.E.M. R.I.V.M. R.I.V.M. vind ik gek. En T.N.O. Ik luister veel naar Jaap van Dissel. Ja, van Dissel. Leuk. Q.R.E.M. Ja, raar, bizar. De R.E.M. zegt jou niks? Ja, dat zijn letters. Losing My Religion. die ken ik. Met Man on the Moon. Man on the Moon. Ja. En ik vond R.E.M. eigenlijk daarvoor nog leuker. Losing My Religion, ze zijn echt hun religie een beetje kwijt. Maar ik vind echt het oude werk nog wel leuker. Is best leuk, toch? Ik vind hem niet eens een duimpje naar beneden waard. Echt waar? Dus ik doe het niet. God, nee, we laten hem voor wat hij is. Ja. Ik geloof dat ik hier de concours zitten op tafel helemaal ben. In de muziek. Ja. Het is kerst, muziek. It's beginning to look a lot like... Fascism. Fascism. Look a lot like fascism. Everywhere you go.
Take a look at Australia, locking up aboriginals. Just a few more steps to genocide, you know. It's beginning to look a lot like fascism. Most of the world is blind, but it's never going to end. This totalitarian trend, as long as you comply. Wat is Anne Frank goed geworden, hè? Van Beste Kitty tot Lieve Kitty. Dit is echt wel geweldig. Dit vind ik echt grappig. Leuk. Moet ik wel even zeggen. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeiden van... Wauw, Chris met Lieve Kitty. Dat was echt... Ik schrok er ook van. Hoe doe je Lieve Kitty? Nou, dat jij wist dat dagboek Kitty heette. Dat staat gewoon in een boek. Dat staat gewoon in het boek, hoor. Dat kan je toch gewoon lezen? Niemand heeft dat meer gelezen, toch? Jawel, dat ik haal wel soms echt zinnen terug uit dat boek. Oh ja, doe eens een. Hoi. Ja. Lieve kind. En ze komen binnen. Nee. Twee weken niet naar de kapper. Ja, maar dit vind ik gaaf. Dat vind ik echt gaaf. Maar dit is leuk. Zullen we die instuderen voor de oudjaars? Ja, die vind ik wel leuk. Wat? Dat we deze vier stemmen gaan doen. Tijdens de opname. Goed idee. Ja. Goed doen. Holleman publiek erbij. Ja. Na het liedje nummer 3. Ja. Over een liedje gesproken. Ja. Ik had gehoord dat er een samenwerking is ontstaan tussen Hugo de Jonge en Marco Borsato. Dat heb ik ook gehoord, ja. Ja, wat ik van begrepen heb is dat Hugo de Jonge die gaat zijn functie verlaten, begreep ik? Toch? Die wordt in het nieuwe kabinet niet weer minister van Volksgezondheid. Nee. Oh. Nou. Dus hij moet toch iets gaan doen. En hij kan of terug naar de basisschool lesgeven. Maar hij gaat nu een zangcarrière starten. Hij heeft zijn vriend van hem, Marco Borsato, gevraagd om advies. Oké, even kijken. Ja. Als het gaat over dwang of drang om het vaccin te nemen, dan zal ik altijd zeggen, nee, daar moeten we niet aan beginnen. Ach, het virus heeft zoveel ellende aangericht. Geen prik nemen, dat gaat niet. Ik ga weg, maar men spaart jou niet. Je moet er echt aan geloven. Het doet geen pijn. Ik wil dat je nu meegaat. En dat je me morgen pas verlaat. En als je een beetje bang bent. Ik het fijn. Ik prik je kind en omwind dat met leugens. Heus, het is goed dat je dit hebt gedaan. Volg me in alles, vertrouw op mijn keuzes. Fluister mijn naam. Onzichtbaar is, sluit nu je ogen maar. Wat je gelooft is waar en dan zal ik bij je zijn. Alles wat jij moet doen is mij op mijn woord geloven. Geen prik nemen, dat gaat niet.
één prik nemen. Dat gaat niet. Twee vingers in je reet. Kom op, kom op. Ja. Ik heb een soort déjà vu, Erik. Ja, ik vond het echt gek. Ja. 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 Het zag Hugo er slecht uit. Ja. Ja, klopt. Dikke kop. Ja. Echt een dikke kop. Ja. Ja, ik heb speciaal een onderkin laten groeien hiervoor. Ja. Wel 2 jaar bezig om deze imitatie te perfectioneren. Ja. Ik vond het echt leuk, hoor. Ik vond het echt leuk. Ik heb echt genoten ook. Marco Bassato, zo ken ik hem niet. Nee. Zo goed. Nee, hij bleef van je af. Oh, ja. Het verbaast me echt. Ik dacht dat het een match was. Ja, ik moet echt knippen met mijn ogen. Ja. Zullen we Ab Osterhaus Ab Porno, mij horen? Ja. Nee, maar mag ik nog even Marco, als je gewoon de teksten van Marco Bassato nu luistert met de kennis van nu, zoals we dat zo zeggen, dan hoor je dus in bijvoorbeeld het liedje van Margarita, de laatste couplet, dan hoor je... Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. Och. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Dat is raar, hè? Ja, dat is heel raar. Ja. Maar of ik ben binnen, was zeker met een kinderslot. Ja. Wacht, is deze eigenlijk van. Ja, die komt, van die komt in die show. Ja, dat dacht ik al. Ja, die komt. Deze klonk tegengestudeerd. Die klonk zo goed. Zo goed. Ja. Donderdag hoor ik hem weer. Ja, dat geeft niet. Ga ik weer lachen. Adje Kuiken. Ah. Oh. Dat is volgens mij ongeveer het favoriete Kamerlid van Koen Verhagen. Wat heb jij met Adje? Want Adje heeft bij jou een soort... Adje voor de sfeer. Adje weet niets. En Adje voor de sfeer. En Adje die snapt niet dat er medicatie bestaat die mensen kan redden. En met die medicatie had mijn vader nog geleefd. Daarom heb ik iets met Adje. Ja. Je hebt een interview gehad ook recent, toch? Hier bij Weltschmerz. Ja, en we hebben een rechtszaak gehad tegen het Nederlandse huisartsengenootschap. Die ivermectine verbiedt eigenlijk. Hè, Wat is ivermectine? Ivermectine is een medicatie die mensen, waar mensen van genezen. Die met luchtwegklachten... Een antiparasitair middel. Is als een auto de weg naar Rome. Ja. Maar nu ineens is het een paardenmiddel en is het dodelijk. Ja. Net als de uitvinder ervan heeft de Nobelprijs gewonnen. Het is hartstikke veilig. Voor dat middel. En het wordt nu weggezet als, weet je, je hebt natuurlijk dat kabinet en die kijker, die hebben natuurlijk die tunnelvisie dat vaccin maar gepusht moet worden. Dat iedereen maar geboost. Geboost. Ja. Ja. Ik vond dat leuk, dus, hoor, Erik. Dus ja, het is hij praat zo onverstaan, maar ik verstond ook geboost. Ja, geboost. Oh, je verstond het ook geboost. Dus, dat is niet een grap. Ja. Adje Kuiken. Okay. Adje Kuiken. Ik ben ook kritisch op een aantal dingen die ik vind dat het kabinet eerder had kunnen doen. Noem eens één. Nou, onder andere het boosteren. Want ik ben het er niet helemaal mee eens dat we dit niet eerder hadden kunnen zien aankomen. Want zelfs de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen op 3 november... met de oproep, ga eerder starten met boosteren. Dat vroeg Delta al voor ons. Daar kwam Omicron later nog overheen. Dat verzoek is per herhaling gedeeld, omdat andere landen namelijk al eerder waren begonnen. En als Hugo de Jonge, waar ik veel, ik heb respect voor al zijn inzet. Maar als hij dan zegt, ja, laat je prikken, maak een afspraak. Maar vervolgens de telefoonlijnen overbelast zijn. Mensen vaak vele pogingen moeten doen om een afspraak te kunnen maken en dat nog ver tot in het nieuwe jaar zal duren voordat mensen die een prik mogen halen een prik zullen kunnen krijgen. Ja, dan denk ik, dan hebben we wel ergens te laat ingegrepen. Ik dacht dat Irene Moors gestopt was met tv-kantine. Ja. Maar stond net Irene Moors. Ja. Maar ja. Maar het enge is, de twijfel in haar, die is er niet. En dat vind ik heel eng. Dat je toch denkt van, ja, je doet stel dat je medicijn indient. Dit zijn acteurs, hè? Je moet niet denken dat zij hier... Dit is mensen ingehuurd. Stel dat alle shit allemaal naar buiten komt. En al die mensen die oversterven, die zijn dood, hartkleppen, mensen zo. Dan schaam je je toch kapot dat je dit ooit op televisie hebt gezegd. Dan ben je gewoon een moordenaar eigenlijk. Ja, maar dat weten ze ook wel. Denk het niet. Ja, wel joh. Denk je echt? Ja joh, tuurlijk. Dat is wel interessant. Want de ene gelooft dat het vooropgezet plan is. Ze heeft respect voor Hugo de Jonge. Dat bedoel, klaar. Ja, okay.
Ja, dat liedje net, dat deed hij leuk. Ja. 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 Is het net zoiets dat je begint de zin, hey, met alle respect, en dan komt er een zin waar totaal geen respect in zit. Ja. Toch? Ja. Dat zeggen mensen vaak. Nou, met alle respect, je bent een lul. Met alle respect. Met alle respect, je bent niet echt slang, Tommy. Ja. Zoiets. Zoiets, ja. Nee, maar ik hypothetisch. Deel wel de mening. Ja. Ja, ik deel wel de mening van Chris. Oké, okay, en door. Ja. Ja, nee, maar vroeg helemaal niks aan jou. Kijk, we zitten hier met een verzonnen probleem. En we hebben het continu over een oplossing die niet werkt. En zij zit heel erg in het geloof dat we een probleem hebben. Als iedereen nou eens accepteert dat er geen probleem is. Ja. Alleen een zorgcapaciteitprobleem. Dan zijn we er toch gewoon. En dit gedoe met allemaal dat geprik. En ik ben met je eens, Chris. Ik verwacht heel veel mensen, heel veel doden. Ja. En Omicron wordt misbruikt om die doden gewoon... de mensen met vaccinatie gaan onder het Omicron zin. Hoe wetenschappers, die wetenschappers een beetje zitten. Maar als er een medicijn is, dan is het toch in de wetenschap ook een twijfel. Van nou, misschien zit medicijn goed en dat medicijn is goed. Maar kunnen we even over breedte bekijken. Dan met z'n allen op... Het begint met twijfelwetenschap in principe. Ja. Het begint bij wetenschap is twijfel. Tuurlijk. Het is voortdurend twijfelen. Voortdurend. Ja, en met die twijfel is voorkomen weggevallen toen er nog maar 3 of 4 wetenschappers gehoord werden en de overige duizenden genegeerd. RIVM. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Marion Koopmans, Ab Osterhaus, Van Dissel. Ik weet een beetje hoe televisie werkt. Oh. Daar gaat het niet om. Oh, vertel. Kijk, je hebt camera's mensen... maakt wel je dik, zeg maar. Oh. Ik, hier hebben we 1, 2, 4. Oh, ligt het aan de camera's? Je weet nog niet eens hoe een weegschaal werkt. Oké. Okay. Ik denk dat volgende week hier weer iemand anders zit, maar... Hey, ga je weer weg? Okay. En dan bedoel ik, dat heb ik over jou. Maar... op tv gaat het niet om wie de waarheid spreekt. Het gaat erom wie kan een verhaal heel leuk vertellen, waar de mensen blijven kijken. Er was een kerstmarkt in Wijster. Ja. Die werd verboden. Toen hebben ze er een demonstratie van gemaakt. Dus op papier werd het een demonstratie. Daar heb ik nog iets over te vertellen. Dat was best gezellig. kijk maar even. Kort fragmentje. Ja. Maar ik was daar. Jij was daar? Ja, ik was daar. Dat was voor de FVD was dat. Correct. En dan moest ik optreden. Nee. Oh. Ja, daar heb ik opgetreden. Bij die demonstratie? Ja, bij die demonstratie. Het was eerst een kerstmarkt. Daarom was het zo druk. Dan was het zo druk, ja. Daar heb ik opgetreden. En ik vond die kerststalletjes ook mooi, hè, van de FVD. Overal bruine hemden die je kon kopen. Komt deze ook terug donderdag? Nee. Dat was een grapje. Oh, en donderdag weer geen grapje? Nee, jawel. Maar ik was daar dus. Oh, even over donderdag. Mensen snappen dit misschien niet. De oudejaarsconferentie. Daar bent u nu te laat voor. Dat was gisteren. Ja. Ja. We hebben het over wat gisteren komt. Maar ik was hier dus bij. En het was allemaal die boeren. En die zijn gewoon fanatiek, hoor. Die zetten gewoon een tractor op de weg. Alles erop en eraan. En ze gingen gewoon die politie wegbonjouren. Wegboosteren. Ja, echt geweldig. Heel geweldig. Het was ik vond het heel leuk om voor die mensen op te treden. Gewoon iedereen had er wel zin in. Iedereen had, De boze boosterpartij, zeg maar. Ja. Hoe heet die ook weer? De boze boosterbond. BBB. Ja. De boze boosterbond, ja. Dat bedoel ik. Ja. Jongens, ik ga er een eind aan breien. Oh. Maar niet voordat we het hebben gehad over volgende week. Oh, ja, wat verwachten we komende week? Als jij aan de beurt wil zijn bij deze. Nee, maar dat gaat toch het rijtje af? Nee, vorige week kreeg iedereen de beurt. Oh. Oh. Nou, dan zal ik aftrappen. Jij maar af. Ik strap hem af. Ja, en dan kijk, wat er gebeurt steeds is de horeca, die is de lul. Steeds de horeca is de lul. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, de horeca, dat is natuurlijk gevaarlijker dan een winkel. Mm. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan winkels een horecavergunning geven. Want dan ben je officieel horeca. Dus, dat is al. Er zijn al zaken die zijn half horeca, half boekenwinkel of zo. Die moeten dicht. Ja. Die moeten dicht. Ja. En ik heb niet over de lockdown nu, maar de nieuwe lockdowns, de intelligente lockdowns van binnenkort weer, als we weer half open gaan. Dan gaan winkels krijgen een horecavergunning, waardoor ze dicht moeten. Dat voorspel ik. Dus je kan dan dronken kleding kopen? Ja, of dronken bij de kapper zitten. En dan kom je zo terug. Ja, dank je. Ja. Dank je. Ja. Dank je. En toen hier niks. Zat jij dronken bij je diëtiste dan? Nee, maar dat wil ik ook
zeggen, want kijk, kijk die... Wow! Drop the mic! Nee, maar kijk, diëtistes... Dit is gewoon een mijne, moet je echt in je mond houden. Nee, kijk, diëtistes... Neem het als een man! Luister nou! Kom. Kijk, diëtistes, het lijkt alsof het daar om gezonde mensen gaat. Maar ik ben een keer geweest, iedereen is dik daar. Ik denk, dat kan niet goed zijn. Ja, ja, dat waren de klanten. Ja. Je moet niet de grap uitleggen. Oh, dat was de grap? Dat was de grap. Ja, oh, maakt niet uit. Ja. Dus oh, niet, ja. Ik laat het. Okay. Ja, ja. Koen, jij bent meester van de betere voorspellingen? Ja, kerst. Het wordt kerst, mensen. Morgen. Ik voorspel dat kerst. Koen voorspelt dat het kerst wordt. Wat we nu weten met de Omicron-variant... Omicron is dat na kerst komt vaak ook uit de nieuw. Ja, maar er zit wel een week speling tussen. Dus, volgens Gommers betekent dat de IC's gewoon richting code zwart gaan. Ja. Dus ja, wat is het joh? Het is Groundhog Day. Ja. Ik zit normaal gesproken met zwarte pistes om deze tijd van het jaar, maar dat gaan we niet doen. Hè? Nou, ik denk wat de komende maanden, nou ja, we hebben persoonlijk de oudejaars ga ik hier doen bij Café Was met dat. Ging je doen gisteren? Ging je doen. En, Was het leuk? Ik heb genoten. Was er nog een inval? Ja. Maar daar ben ik dus wel heel bang voor. Want dat kan zo, een inval, ja, dat kan ook zo gewoon gebeuren. Heb je al een vluchtplan? Nou, gewoon blijven staan. Ja, dat is, het is overmorgen. En meegaan. En meegaan. Meegaan. Ik zou achter Tommy gaan staan. Meegaan. Meegaan. Ja, maar ga je, wat moeten we, kan het gebeuren hier of niet? Theoretisch kan het toch? Kan het gebeuren dat, jij zit hier langer, zeg maar. Ja. Nee, maar nee, kijk, volgens mij zijn wij legaal. Tommy weet het antwoord. Nee, ja. Dus voor mij is dit legaal tussen de regels door, zeg maar. Ja. Omdat wij het in een ander soort, zonder horecavergunning doen wij het. En wat je daar zegt was met horecavergunning. En daar zit, dat is de crux van het verhaal. Ik heb een uitsmijter voor jullie. Oh, met kaas. Dat is flauw. Er is een nieuwe... Fijn hemel. Okay, begin even opnieuw. Welkom bij de 10e aflevering. Die gasten hebben helemaal geen grap nodig. Cool ze te lachen. Ik vind het zo grappig. Ja, dat hoor ik. Maar wat vind je grappig? Zo de snelheid waarop ik onderbreek. Dat noem ik gewoon door iemand heen toeteren. Ja. Precies, ja. Oh. Nou, ik heb mijn leeg nog voor je. De uitsmijter. Kom aan, allez-vous. Ja. Ja, een catastrofe ici, hè? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un avion qui a déchargé beaucoup de litres de kérosène. On va savoir si les gens ont de kérosène dans leur corps. Donc, si vous voulez souffler ici dedans, comme ça on va voir si vous êtes kéropositif. Hey, ça va madame? Ça c'est quand même beaucoup, hein? Vous allez bien, madame? Vous allez bien? Il y a beaucoup de kéro dans votre corps, hein? Oui. Très important, monsieur, de brûler la kérosène qui est dans votre corps. Donc, vous faites comme ça. Maintenant, il faut faire du bruit parce que grâce aux résonances, la kérosène va brûler. Donc, fais comme ça. Leuk. Ja, Lucas. Lucas is het. Leuk. Ja. Kero positief. Ja, nee, hij is heel top. Ja, ja. Mooi. Vond ik heel grappig. Wel heel illustratief dat je mensen dus echt alles kunt laten geloven. Ja. Je zou bij wijze van spreken de griep een nieuw label kunnen geven. En mensen gaan gewoon met mondkapjes open. Ja, daar geloof ik echt niet. Nee. Ja, dat zou kunnen. Nou overdrijf je. Ja, dat heb ik wel. Ja, maar, Lieve kijkers, dit was aflevering nummer 10 van Poppenkast TV. Volgende week... De 28e, de opnames van de laatste van dit jaar, het jaaroverzicht 2021. Je kunt erbij zijn. Kaarten zijn te krijgen via luistervrijbijmij.nl. Wij zijn er hopelijk dan ook bij. Tot dan.